Gerben Stottenboom, zojuist speelden jullie tegen Woudenberg Heren 1. 3-2 gewonnen, een mooie pot. Ja, ik denk van onze kant in ieder geval, gezien de afwezigheid van Martijn. Wat normaal gesproken een vaste waarde is voor Blauw-Wit. Dat is jammer voor Martijn, maar ik vond dat we de eerste set redelijk goed begonnen. Iedereen die begon scherp te volleyballen. Ja, en helaas in de tweede set werd het iets minder. Gezien de setstanden, jij hebt ze opgeschreven geloof ik. Klopt. De eerste set wonnen jullie met 25-14. Ja. Bijna een walk-over. Ja. En die tweede set omgekeerd, die verloren jullie met 14-25. Ja, je ziet bij de tegenstander toch dat ze hebben een wat minder team. En daar beginnen ze mee. Daarmee lokken ze de tegenstander eigenlijk uit de tent. Door in de eerste set 25-14 te kunnen winnen. In de tweede set dan brengen ze de nodige wijzigingen door. En gaan ze een heel ander spelletje spelen. En ja, daar heel veel tegenstanders. We hadden er bij hun uit al heel erg veel last van. En thuis trappen we er gewoon weer in. En dan helaas verlies je die wedstrijd. Of tenminste, die set met 25-14. En dan die derde set. Jullie hadden een riante voorsprong. Maar die geven jullie dan toch uit handen met 28-30. Ja, dat is ook een beetje een opstapeling van die eerste en de tweede set, denk ik. En je probeert gewoon heel je positie te houden. Nou, dan worden er wat kleine individuele foutjes gemaakt. En ja, die zijn toch tegen zo'n tegenstander die ook gewoon goed kan volleyballen. Ja, die zijn toch spijtig dat zij dan net het kwartje bij hun aan de goede kant valt. Doodzonde. Maar dan toch die vierde set. Komen jullie weer op zich weer sterk terug? Die winnen jullie weer met 25-23? Ja, die winnen we met 25-23. Wij gaan zelf dan wat wijzigingen doorvoeren. Spelverdelend loopt het beter. Pasend loopt het allemaal iets beter. En dat, dan gaan we toch nog meer ons eigen spelletje spelen. Je ziet dat er ook een klein beetje vermoeidheid komt bij de tegenstander. Wat toch resulteert in 25-23 winst. En dan moeten jullie een beslissende vijfde set spelen. Die lijkt voor jullie heel eenvoudig. Die winnen jullie met riante of met duidelijke cijfers. 15-5. Ja, de vijfde set zie je gewoon dat eigenlijk bij hun de pijp een beetje leeg is. En wij kunnen het dan gelukkig gewoon heel goed volhouden. We komen natuurlijk redelijk makkelijk op voorsprong. Ik geloof dat we 8-2 of 3 was het tijdens de setwissel. Nou ja, en dan is het gewoon een kwestie van volhouden. Gewoon doen wat je moet doen. Goed serveren. Marius serveert in de vijfde set nog 2 punten achter elkaar. Serveert ook nog een ace tussendoor. Nou ja, dan is het gewoon. Dan win je gewoon. Als je de dingen maar goed blijft doen, dan kan je winnen. Ja, het was wel duidelijk dat jullie het vandaag ook van het harde werken moesten hebben. Je moest jullie kop er goed bij houden. Ja. En waar hebben jullie afgelopen week op getraind? Nou, ik denk ook meer op het samenspel. Gewoon hard werken. Gewoon goed op je positie zitten. Goed op je nulpositie zitten. En vanuit je nulpositie gewoon proberen aan te vallen. En proberen de dingen goed te doen. Er wordt de laatste weken heel veel op de paas getraind. Vooral deze tegenstander ook weer heeft een paar floater service. Heeft een paar harde service. Ja, dat goed inschattend. En dan gewoon van daaruit het spelletje opbouwen. En wat staat er komende week op het programma qua training, denk je? Ik denk dat de blokkering op de training naar voren moet komen. Want eigenlijk, we zitten er wel bij, maar we scoren nog te weinig. En ik denk dat we gaan voortborduren op de goede weg die we hebben ingeslagen de afgelopen weken. Door gewoon weer te beginnen bij waar je moet beginnen. Ik zag dat jullie ook een wissel binnen het team hadden gemaakt. Ik zag dat inderdaad Martijn Westering, die was er niet, maar ik zag dat Jaap Peter nu op diagonaal stond. Ja, ik weet niet of dat blijvend is. Ik hoop het voor Jaap eigenlijk wel, want je ziet gewoon dat hij daar goed uit de voeten komt. Hij springt heel makkelijk, hij heeft nog wat moeite in de blokkering, maar daar kan hij wel op trainen. De wisselmogelijkheden voor Rijk worden daarin wat makkelijker, want hij kan er dan wel gewoon uit voor de libero. Ja, en die jongen die wil graag spelen en ik denk dat hij het vandaag verdienstelijk gedaan heeft. Hij heeft niet echt heel veel foutjes gemaakt. Ja, een paar net foutjes, maar als hij er voor de rest de ballen er dan maar goed en hard in slaat, dan is er niks aan de hand. Oké, nou ja, hartstikke mooi, die 3-2 overwinning. En volgende week spelen jullie tegen? Dros Alterno om 2:30 in Apeldoorn. En wat hebben jullie daar de vorige wedstrijd tegen gedaan?
Volgens mij 4-0. Heel veel succes volgende week. Ja. En ik ga ervan uit dat jullie ook weer winnen met 4-0. Als je niet voor de overwinning gaat, kun je net zo goed stoppen met volleybal. Dus we gaan het proberen. We doen ons best. Succes. Dankjewel.